Welkom bij de nieuwe vlog. Terug van Curaçao hebben wij een probleem in eigen huis. Nou, probleem. We hebben een nieuw tuinhuis, dat hebben jullie een aantal vlogs geleden kunnen zien, gebouwd door vakmensen. En geschilderd door vakmensen. Alleen, Koen vindt dat het, ik ook eigenlijk wel, dat het een verkeerde kleur is. Het is een beetje oranje, terwijl we in een natuurlijke omgeving wonen, moet het ook een beetje een natuurlijke kleur hebben. Door vakmensen geschilderd, maar ja, kost natuurlijk een kapitaal om dat weer te laten schuren. Dus dat gaan we zelf doen. We hebben deze machine geleend, dit vlakschuurapparaat. Koen heeft beloofd dat hij gaat beginnen met schuren, terwijl de kippen een lekker zandbadje nemen. Die vinden alles wel best wat er gebeurt. Die denken, onze tijd zal het wel duren, laat de baas maar schuren. Gaat Koen dus aan de slag bij de schuur om te zorgen dat die oranje verf er weer afgaat en dat we een dekkende tint kunnen nemen die wat beter in het bos past. De vlog is er live bij. De lente is losgebarsten en dan komen de heren van Arjo Hoveniers ook weer uit hun schuilplaatsen tevoorschijn om dingen te doen. Nou zijn de pastellampjes geplaatst hier op onze, ja, oprit is niet deze stukje bos waar we op staan, onder het split door. Maar dat split is een beetje beschadigd geraakt, dus dat moet aangestampt worden. Bovendien is er verse aarde in de perkjes gegooid en gaan ze straks ook nog eventjes het draadje van Gijs, onze maaier, omleggen. Kortom, druk werk een hoop gedoe, en daar moet ik altijd even helpen. Even voordoen hoe het moet. Of hoe die omgekeerd? Nee, andersom dan. Oh, andersom. Ja. Nou, dat dus. En dan gaan we straks gaan we de zaak aanstampen. Ja, gaat goed. Er is een stukje vakwerk geweest en dan kom je al snel bij mij. Dat moet getrild worden. Trouwens, dat lampje hier, daar moet ik ook nog even iets over zeggen. Op Twitter was er alweer geklaag dat we de dierenwereld zouden verstoren met enorme hoeveelheden licht, dat die vliegtuigen zouden landen vanwege de lampjes die hier staan. Het is 1 watt, dus dat valt wel mee. Ik ga trillen, dan heb ik jouw hulp even nodig. Ja, Jan. Kan het natuurlijk best zelf, maar... Moet ik even voor je aanzetten? Ja, ja, heel graag. Het is... kan het kwaad eigenlijk? Is het... Nee, het is niet kwaad. Het is... Oh. Ja. Hij sloeg op hol. Ik denk dat jij het beter kan doen. Laat ik hem er even afmaken, Jan. Doe jij het even, dan hou ik supervisie aan de zijkant. Inderdaad, dan gaan we zo even het resultaat bekijken. Goed, wat sta je nou? Moet dit nou de vlog, Jan? Je staat in beeld, Bojan. Ja. Zo kan ik toch niet werken. De vlog is live in de studio en Bojan heeft net koffie gehad, terwijl ik dat normaal altijd doe. Ga ik straks ook doen. Totaal niet zwaar, Jan. Want... er is een mooie toevoeging in ons restaurant beneden aan de muur. Dat gaan we zo laten zien, maar ik moet eerst de show even starten. Zal ik dat nu doen? Graag. Ja, ik zeg start zoveel mogelijk. Dat loopt. Dus we gaan nu naar beneden, naar het restaurant, om te laten zien wat daar aan de muur hangt. Wat een cliffhanger. Lieke gaat even mee. Als ik heel eerlijk ben, haal ik nooit koffie en heb ik geen idee hoe die machine werkt beneden. Maar Lieke gaat dus even mee. Als je verder achteruit loopt, Luts, dan stort je naar beneden. We gaan deze kant. Oh, je goed vast, Jan, hè? Ja. Ja. Dit is dan de koffiemachine waarvan ik eigenlijk geen idee heb hoe die werkt. Nou. Ik neem aan een bekertje eronder. En het leuke is, ik drink mijn koffie altijd op een speciale manier. Cappuccino, 2 zoetjes, tegen de klok in gewijfeld aan iemand bij RTL. Kijk hier onderaan, kijk maar hier. Onderaan hier. Iemand bij RTL heeft bedacht, daar maken we een poster van. Ik kan sterven nu. Ik hang in de kantine, Lieke. Ja, maar nu de koffie. Cappuccino, ik neem aan dat je dan... Moet je dan op 2 of op 1 drukken? Op 1 doe maar. Op 1, ja. Dit is Ad, mijn sidekick in De Hoop op Zaterdag. En dit is Jan, de presentator van De Hoop op Zaterdag. Wat is dat in vredesnaam, vraag je je af? Dat is een programma bij Radio Gelderland. Iedere zaterdagochtend tussen 10 en 12 in de ether. Ja. En we hebben een heel leuk spelletje in dat programma. Dat is al 100 jaar oud. Een spelletje geen ja, geen nee. Echt waar? Dat is echt waar, ja. Dat klopt, moet je dan zeggen. Dat klopt. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, dat spelletje, dat is al even oud, maar dat is nog steeds heel erg leuk. We spelen het 2 keer, in het eerste en in het tweede uur. En het goede nieuws is, jij, aan de andere kant van de vlog, kan meedoen.
En valt er wat te winnen ook dan? Uiteraard. We hebben de enige echte... Waar is hij? De enige echte De Hoop op Zaterdag mok. Zullen we het even opnieuw doen? Pak jij hem even. Dat hoeft niet opnieuw. Het is live. Pak de mok even. De enige echte De Hoop op Zaterdag mok is te winnen. Maar als je het heel lang volhoudt en dan moet je het 2 minuten volhouden, dan kun je €500 winnen. En dat is best een heel bedrag op zaterdagochtend. Kijk, daar is de enige echte De Hoop op Zaterdag mok. Lijkt die? Nou, het is wel een foto van 20 jaar geleden. Doe mee met het gezellige spelletje Gaan Jagen in deze flamboyante show op zaterdagochtend tussen 10 en 12 op Radio Gelderland. En mail, onder in beeld verschijnt het zo naar jan@gld. Dus het mailadres is jan@gld. Als je mailt, kan je meedoen en maak je kans op die prachtige prijs. Kan jij de toeter even checken? Wat een slechte toeter. Weer terug uit de studio, lekker in de tuin met op de achtergrond mensen die lekker over de Veluwe aan het wandelen zijn. Er komt net een groepje langs. Vandaag aan het werk in de tuin. Er moet veel gebeuren. Om te beginnen, de vijver die is troebel. En dat is niet goed voor de vissen en dat is ook niet goed voor de planten die erin zitten. Het komt omdat het water hier op de Veluwe te zacht is. Dat hebben wij weer. Het water moet dus harder. Arjo, onze hovenier, alles uit de kast getrokken, heeft een aantal apparaten in de tuin gezet die het water harder moeten maken. Het zijn pompen. Het is een soort pompensysteem met een UV-filter. Het water wordt uitgepompt, gaat langs de UV-filter, algen gaan dood en gaat weer terug in de vijver. Als het allemaal werkt. Rustig, Plientje, je bent in de vlog. De mensen thuis zijn daar. Ja. Yeah. Toen we op zoek waren naar een huis op de Veluwe, wilde Koen eigenlijk maar 2 dingen. Kippen in de tuin, nou dat is gelukt met onder andere Plientje en Arie Haan en de andere kipjes. En hij wilde graag een rode beuk, al was het maar een kleintje. We hebben enorme mazzel gehad hier in Radio Kootwijk, want toen we het huis kochten stond deze enorme beuk al in de tuin. En was dat dus voor elkaar. We hebben nog veel meer beesten trouwens. We hebben vogeltjes in de hecht die nestjes hebben, maar ook heel bijzonder. We hebben zwaluwen, net als vorig jaar, die hun nesten tegen het huis aanmetselen en daar kleine zwaluwtjes krijgen. Aan het begin van de vlog zag je ons nieuwe tuinhuis en de verkeerde kleur die erop zat. Oranje, vreselijk. Het was geen gezicht in het bos. Daar moest iets aan gebeuren. Dat is de afgelopen week gebeurd. Er is heel hard geschuurd, een klein stukje door Koen en de rest van vakmensen, zodat het blanke hout weer zichtbaar was en inmiddels zit een nieuwe kleur erop. Aan de voorkant, ik wil niet opscheppen, heb ik dat zelf gedaan. Ik had nog nooit geschilderd. Ik zat ook zelf helemaal onder de verf, maar uiteindelijk is dat best aardig gelukt. Dus hier is... Ik ga even de randjes van het zwembad doen. Of doen we eerst een bakkie? Ik zit midden in een aankondiging. Uiteindelijk heb ik dat zelf gedaan. Ik was 1 met de verf, maar de voorkant is klaar. Dus de grote onthulling is daar. Tadaa! De kleur van ons nieuwe tuinhuis. Je zit waarschijnlijk naar adem te happen nu. En het mooiste komt nog. Ik ga nu live voor de vlog de achterkant schilderen. Dus zo dadelijk ben ik weer 1 met de verf. 1 met de nieuwe kleur. Om de achterkant van het tuinhuis ook mooi te maken. Ja, wacht. Trapje staat. Ik kan beginnen aan deze lange muur. Heet dat een muur eigenlijk bij een tuinhuis? Deze wand. Die komt dus in deze kleur. Ik heb het professioneel afgeplakt hier door iets op de grond te leggen, zodat de tegels niet onder de verf raken. En nou ja, ik denk dat dit ongeveer een dag gaat duren om dit te schilderen. Maar dan is het resultaat om door een ringetje te halen. Een grotere kwast zou misschien een beetje handiger zijn, maar... Ik deins nergens voor terug. En ik ben al een heel stuk. Nou, dit is al de 3e keer dat gefilmd wordt. Want ja, Jan is niet gauw tevreden. Ik ben vanmorgen vroeg begonnen. Het is nu 2 uur. Het zijn nog steeds dezelfde plantjes. Marokkaanse munt, altijd lekker voor in de thee. We hebben hier tijm. Niet zo snel. Het is televisie. We hebben hier tijm. Dank je. Alles te voorkomen dat het nog een keer over moet. Ja. Tijm. Tijm. Dan hebben we rozemarijn. Ja, het kan iets sneller nu weer. Oké. Nou, dan hebben we nog gewone peterselie. En natuurlijk, erg lekker. Ja, je moet ervan houden. Salie. Nou, ik ben op de helft. De schade valt tot nu toe mee. Qua dat ik onder zit. Nou, redelijk voor een amateur. Tijd voor een bakkie. Oh. Dat is niet de bedoeling, hè? Hebben we weer een blooper? Is hij klaar? Hij is klaar. Het tuinhuis is voor de helft klaar aan de achterkant nu ook. Ik ben buitengewoon tevreden over mezelf. Niet slecht gedaan voor een amateur, al heb ik wel een beetje pijn in mijn schouder en in mijn arm. Maar dat hoort er een beetje bij als je dingen in de tuin doet. Het was een heerlijke dag vandaag.
De lente is aan het komen. Het is nog een beetje af en toe een buitje en af en toe zon. Maar de lente komt eraan en dat merken ook de bijen in de tuin. Die beginnen uit te vliegen. De bloemetjes staan in bloei, dus ze hebben voedsel. En ook zij beginnen lekker aan de lente. Ik begin ook aan een nieuwe vlog. Die zie je over een tijdje weer. Tot die tijd, een mooie dag.